Welkom bij Readings by Daily. Ik ben Daily Coffee, Spiritual Coach en Energy Reader. En welkom bij de reading met de vraag: hoe gaat het met je tweelingziel? Wat gebeurt er allemaal in zijn of haar leven? Waar we naar gaan kijken. Ik hoop dat het goed met je gaat. En dat je een fantastische dag hebt, fantastische dagen. Nu ook met de schaduwperiode van Mercurius Retrograde. Dat je daar niet al te veel last van hebt. Allereerst hartelijk dank aan al mijn abonnees, al mijn lieve supporters. Dank jullie wel, iedereen die donatie doet via PayPal, via Tiki, iedereen die mijn kanaal steunt op zijn of haar manier. Ook iedereen die lieve comments achterlaat onder mijn readings. En iedereen natuurlijk die mij op Instagram volgt. Als je het niet hebt gedaan, abonneer je op mijn YouTube kanaal. En volg me ook via Instagram. Daar ben ik dagelijks actief. Daar post ik elke dag kaarten. Of bijna elke dag kaarten. Ik neem jullie mee in van alles en nog wat. Ik deel ook mijn kennis over van alles en nog wat. Kortom, het is een feestje bij mij in de story. Dus you're welcome. You're invited. Verder, als je zoiets hebt van nou, deze reading resoneert helemaal met mij. Boek een persoonlijke reading. En je hebt tot en met dit weekend nog kans om. Of kans, kan ik zeggen. Ik wil twee dingen door elkaar heen zeggen. Allereerst, je hebt tot en met dit weekend om een reading te boeken met de zomeractiekorting. En de 18e heb ik weer een giveaway. En dan maak je kans op een short and sweet reading. Dus hou mij in de gaten. Maar een reading boeken kan tot en met dit weekend nog met de zomeractiekorting. Ik moet even buiten ademen. Ik heb net heel hard trappen gelopen. Een paar keer op en neer. Dus als je denkt of als je hoort misschien dat ik een beetje aan het hijgen ben, dan weet je waar het komt. Daarnaast heb je nog 5 dagen, waarschijnlijk 4 als je deze reading bekijkt, om je aan te melden voor de Deep Throat Chakra Cleansing. We gaan onze keelchakra reinigen. Een hele belangrijke chakra als het gaat om je zelfexpressie, jezelf durven en kunnen uitdrukken, maar ook volgens je eigen waarheid leven. Ook als het gaat om communiceren, en dat is wel één van de onderwerpen bij de tweelingzielenconnecties waar het vaak op misloopt. Dus waar het dus niet in goed gaat. En dat is communicatie. Dus wil je daarin verbeteren? Wil je voor de connectie wat doen? Of voor jezelf? Hè? Begin altijd bij jezelf, zeg ik. Maar als het je bij jezelf reinigt, dat komt de connectie natuurlijk ook ten goede. Meld je aan. Alles wat ik nu vertel vind je op mijn website www.mydailycoach.nl. Of met de link hieronder. We gaan even kijken. Hoe gaat het werkelijk met je tweelingziel? Ik heb een aantal kaarten getrokken van een deck waar ik eigenlijk niet mee werk. Maar ik heb een paar kaarten daarvan getrokken. En wat me opviel is dat alle kaarten, of bijna alle kaarten, vooral deze en die, gaat over naar zichzelf leren luisteren. In plaats van de mening van anderen volgen. Dus hoe kunnen zij hun eigen held worden? Hoe kunnen zij hun eigen held zijn? Hoe kunnen ze jouw held zijn? Hoe kunnen ze, of heldin, de held zijn van dit verhaal? In plaats van slachtoffer of in plaats van veroorzaker. En natuurlijk ligt het ook heel veel aan jou, aan jullie. Maar ook vaak de veroorzaker van dat zaken niet helemaal soepel verlopen in die connectie. Wat dus te maken heeft met dat ze niet hun eigen koers volgen. Niet naar hun eigen hart luisteren. Maar heel erg bezig zijn met de mening van anderen. Met hoe anderen dingen zien. In plaats van te luisteren naar hun intuïtie. Dat vond ik wel bijzonder, want ik weet niet of ik het wel eens eerder heb verteld. Ik pak nu mijn plaat er even bij. Wij verbinden ons wat makkelijker met de hogere chakras. En jullie tweelingzielen verbinden zich wat makkelijker met de lagere chakras. En vooral die root chakra, die basis chakra. Maar daar zit ook heel veel om op te helen. Als je gaat kijken, de meeste tweelingzielen die zijn heel erg met materialisme bezig. Weinig tot geen, niet bezig met spiritualiteit. Een heleboel wel hoor. Maar ik heb het even over de mensen die niet met elkaar in union zijn, in 3D. Is het vaak zo dat de tweelingziel waar je mee te maken hebt, jouw tweelingziel die opereert wat beter bij de onderste chakra's, dus echt de 3D gebeuren. Alles wat te maken heeft met de vierde en de vijfde dimensie daarboven,
Voordat ik verder ga, wil ik niet zeggen dat ze niet goed kunnen manifesteren. Hè? Want ze kunnen ook heel goed manifesteren. Vooral met geld zijn ze gewoon heel goed. Beter dan wij. Vaak beter dan wij. Maar goed. Voor hun is het dus heel lastig om in in verbinding te zijn met die bovenste chakras. Want dat betekent dat ze ego wat minder met ego bezig zijn. Maar wat meer vanuit intuïtie, vanuit gevoel, vanuit hart gaan leven. En ik weet niet hoe het met jou zit hoor, maar ik weet nog een paar jaar geleden. Ik ben nu 38, laten we zeggen, toen ik 33 was. Voordat ik moeder werd. Dus 33, daarvoor 32, 30, 31 leefde ik ook altijd vanuit mijn hoofd, vanuit controle. Dus voor mij om te zakken in mijn lichaam en veel meer vanuit het hart te gaan leven. Was echt wel heftig, was echt wel pijnlijk ook, omdat zodra mijn hartchakra, mijn hart openging en ik meer vanuit hartsverbinding begon te leven, betekende ook dat ik alles onder ogen moest komen wat ik jarenlang al had onderdrukt, maar dat ik ook direct in contact kwam met alle pijnen en angsten gelegen op de lagere chakra's, dus innerlijk kindthema's, verlatingsangst, bindingsangst. Intimiteit, kwetsbaar durven opstellen, me niet goed genoeg voelen. Dan heb je over de derde chakra. Moeilijk openstellen in de liefde. De keelchakra die we nu gaan cleansen. Hè? Ik vond het heel lastig om werkelijk te vertellen hoe het met mij ging. Ik zei altijd, het gaat goed met mij. En als het niet goed met mij ging, zei ik ook nog steeds, het gaat goed met mij. Al mijn angsten, faalangst zit hier ook bij, maar die zit natuurlijk ook bij de rootchakra. Maar echt gewoon, ja, tuurlijk, ik had ik ben heel direct. Dus dat was weer, maar ik had toch soms moeite om mezelf goed neer te zetten. Hè? Want ik was bang voor de mening van de ander. En ja, verbinden met mijn intuïtie. Ja, tuurlijk werd ik geleid door mijn intuïtie. Maar ik schakelde altijd heel snel over naar het hoofd. En connectie. Ik heb altijd in het verleden een haat-liefdeverhouding gehad met God bijvoorbeeld. En nog steeds vind ik dat altijd een uitdaging om die verbinding. Hè, die verbinding vind ik heel fijn. En je hoeft niet per se in God te geloven. Maar verbinding met het universum, iets groters dan jij. Ja, dat is iets waar je in moet blijven investeren. Dus moet je eens voorstellen, ik die vandaag hier dit zit te doen, laten we zeggen, 7 jaar geleden, 6 jaar geleden, leefde ik ook een heel ander leven. Maar ik heb er wel beslissing genomen, hè? Ik heb daar heel bewust voor gekozen. En zo moet je dus ook zien met jullie tweelingzielen. Zij ontmoeten jou en boef, jij drukt op al die knopjes bij hun, ja? En zij worden ineens na ontmoeting van jou of contact met jou, worden ze geconfronteerd met hun eigen verlatings- of bindingsangst, met hun eigen, hoe ze zichzelf zien in de wereld, in plaats van hoe ze geconditioneerd zijn. Dus dan moeten ze ineens gaan nadenken van, oh, hoe zie ik mezelf? Terwijl ze zijn eigenlijk helemaal voorgeprogrammeerd. Nou, dan komt het intiem zijn. Het hoeft niet eens letterlijk of fysiek intiem te zijn, maar zich openstellen, kwetsbaar stellen voor jou. Dan staat er een vrouw voor hun die ze in hun ogen echt heel krachtig vinden, heel sterk. Die vrouw die wil dan ook nog eens een keer heel veel liefde geven, wat ze totaal niet gewend zijn. En vaak zijn wij ook veel mondiger dan zij. Dus ze klappen helemaal dicht. Daarom is het goed dat die keelchakra gereinigd wordt. En vervolgens worden ze getriggerd om vanuit intuïtie te reageren. Dus ook, dan komen ze ook in contact met hun werkelijke gevoelens en ook in contact met een veel grotere macht dan zij. Iets wat hun altijd is verteld dat dat niet bestaat of waar ze helemaal niet mee zijn opgevoed. En ineens krijgen ze te maken met synchroniciteiten, zien ze overal je naam. Ja, misschien denken een aantal van jullie tweelingzielen gewoon dat jullie voeden met hun hebben gedaan of zo. Want er gaat gewoon een heel andere wereld open. En dat is wat ik hier zie liggen in de kaarten. Ik denk dat dat nu ook gaande is. Ze zijn een beetje op zoek naar hoe ze weer de held kunnen worden van hun eigen levensverhaal. En daarbij staat dus centraal: aan wie ben ik loyaal? Ben ik loyaal aan mezelf of ben ik loyaal aan de groep, de familie of de vriendenkring? Waar is hij of zij loyaal aan? Voor een aantal andere van jullie tweelingzielen heb ik het idee dat het juist heel goed gaat met hun. En dat ze eindelijk zichzelf veel meer zijn gaan waarderen.
zichzelf veel hoger schatten. En daardoor ook hebben geleerd door die hele tweelingzielenreis dat ze echt voor hunzelf mogen leren kiezen. En voor hunzelf kiezen betekent dus dat ze hun hart achterna kunnen gaan, mogen gaan met vertrouwen. Maar ik heb het idee dat de meeste van jullie tweelingzielen in de eerste scenario zit. Wat ik net heb verteld. Oké, laten we gaan kijken wat er gebeurt in hun onderbewuste als het gaat om hun dromen. Gevoelens waar ze mee te maken hebben, of waar ze tegenaan lopen, of, waar ze, waar, hè, of wat ze nog meer nodig hebben. Laat even weten als het met je resoneert. Oh. Wat gebeurt er in de gevoelswereld, in de droomwereld van jouw tweelingziel? Oh. Ja. Goed, als het gaat om de dromen, dromen ze dus over dieren. Of kunnen ze dromen over dieren en over vliegen of vallen? Ja? En do you feel free or stifled? In your is your situation making you feel caged or under hindered? Would you like to take some new risks? En dat is dus wat hier ook ligt in die kaart, hè? Voelen ze zich beperkt door hun situatie, door hun omstandigheden? Of zijn ze vrij om te doen wat ze willen doen? Om te gaan waar ze willen gaan? Dus het gaat om vrijheid. Dus waarschijnlijk hebben ze dromen die gaan over vrijheid. Worden ze getriggerd op het thema vrijheid? Omdat ze misschien al die jaren al gewend zijn geraakt om volgens een bepaalde manier te leven. En nu dus wat meer in contact komen met hun spiritualiteit. Ja, en daardoor zitten ze dus in een hele mooie, diepe transformatie. Alleen ja, elke transformatie, ja, heeft ook wat mindere kanten. Soms het transformeren ook echt gewoon pijn. Heb je gewoon groeipijn. En kom je oog in oog te staan met je blokkades, met je angsten, met alle emotionele romslom als het ware. Hè? De administratie die je bent vergeten bij te houden. Je emotionele administratie die je bent vergeten bij te houden. Ja, en dat kan gewoon heel pijnlijk zijn. What do you need to be free of? Nog een keer. Are you ready to take a risk and fly solo? Snap je? What do you need to feel empowered? Dat is ook weer dezelfde vraag. Durven ze zich los te maken van de groep, van de beperkende overtuigingen die ze hebben meegekregen van huis uit? Durven ze vrij te zijn en voor zichzelf te kiezen, zodat ze die jump kunnen maken, desnoods met jou, hun leven vorm kunnen geven zoals zij dat willen? Of ja, hebben ze het gevoel dat als ze dat doen, dat ze dan falen of dat ze dan in de ogen van de groep hebben gefaald. En verder is het voor hun heel belangrijk om vertrouwen te blijven houden op dit moment. En weten dat het universum een plan voor ze heeft. Dat vind ik altijd zo mooi met het handje van het universum. Hè? Zie je dat mooi? En dat dit hun pad is. En wat betekent voor jou ook om te weten en je te realiseren dat dit het pad is van jouw tweelingziel. Oké. Laten we gaan kijken met tarot, met hoe ze zich voelen op dit moment. Hoe voelen de tweelingzielen zich die in contact staan met de mooie zielen die nu naar deze reading kijken? Wat mag ik te weten komen over het gevoel van jouw tweelingziel? Voelt jouw tweelingziel zich op dit moment? Wat voelen ze? Wat voelen ze op dit moment? Oeh, conflict weer. Dit gaat ook weer over groepen. Over mensen. Een heleboel. De Hierophant. De Ace of Cups. Oh, jij ligt in het midden. Of de moeder ligt hier in het midden. En de Eight of Pentacles. En de kaart van overwinning. En in de energie ligt. Oké, voor een aantal van jullie is er een break-up geweest. Of is er even geen contact? Is er verdriet in het spel? En houdt jouw tweelingziel zich heel sterk? Doet hij zich heel groot voor? Alsof er niks aan de hand is? Maar ondertussen maakt hij overuren. Wilt hij begrijpen wat er is gebeurd? Wilt hij snappen waarom hij zich zo voelt? Misschien heeft hij je wat beloofd, is het niet nagekomen? Misschien hebben jullie heel vervelend contact gehad. Loopt de communicatie niet zoals, hè, zoals je dat zou willen?
doet hij zich inderdaad heel stoer en heel taf voor. Terwijl ja, hij zit hem, hè, in Piekerpaleis. Komt hij dus daardoor ook niet in actie? Het kan best zijn dat door het gesprek wat je met hem of haar hebt gehad, dat hij zich helemaal heeft teruggetrokken uit alles. En aan de ene kant heeft hij daar wel verdriet. Ik zeg wel hij, maar kan het zij zijn. Heeft hij of zij daar wel verdriet van? Heeft jouw persoon daar ook verdriet van? Ja, dit gaat ook weer over de groep. Dit gaat ook weer over samenwerkingen die niet helemaal lekker en soepel verlopen. Dus ik heb het idee dat jouw tweelingziel zich enorm bezighoudt met dingen die in het verleden zijn gebeurd. Of zijn er mensen die hem of haar beïnvloeden op dit moment, waardoor ja, er gewoon geen vooruitgang is in de connecties, of er een soort van stagnatie is op dit moment. En met dingen uit het verleden bedoel ik dat jullie in het verleden dan met elkaar hebben gebotst, of in het verleden geen goede communicatie met elkaar hebben gehad. En dat is hetgeen wat zij steeds over en over en over en over, steeds over en weer, over en over en over afspelen in hun gedachten. Wat ervoor zorgt dat ze eigenlijk een beetje uit hun element worden gehaald. Of jouw tweelingziel is heel erg druk bezig met heel erg veel dingen aan het doen, dingen tegelijkertijd aan het doen. Of het kan met werk zijn of met andere zaken. Of dit zijn de overtuigingen die hij of zij heeft op de connectie, waardoor hij steeds, ja, het is een beetje dat in en uit, hè, energie. Dan komt hij weer, dan gaat hij weer weg, dan komt hij weer, dan gaat hij weer weg. Dan is het weer te ingewikkeld voor hem en dan, ik zeg steeds hem, het kan ook haar zijn, hè. Dan stoppen ze ermee. Je kan te maken hebben met een stier, ligt hier, hoeft niet per se zo te zijn. De leeuw ligt hier, steenbok ligt hier. Of een maagd, daar kun je mee te maken hebben op dit moment. Alle energieën worden sowieso vertegenwoordigd. Hier weer de kaart van Leeuw die ik oppak. Dus ja, hij of zij is op zoek naar helderheid, naar een goed gevoel, naar meer innerlijke rust. Want op dit moment maakt het brein overuren en ziet hij of zij ja, gewoon niet echt heel goed in wat de volgende stap moet zijn. Wederom wordt er heel veel nagedacht in plaats van dat er vanuit intuïtie wordt gehandeld. Oké, ja, de liefde voor jou, dat is er. Hij of zij ziet jou ook als een hele onafhankelijke vrouw, zelfstandig, lief. Of althans, als je een man bent, gaat het om een feminine energie. Dus hij of zij ziet dat je een hele mooie feminine energie hebt. Hij of zij vindt jou heel stabiel. En vraagt zich ook werkelijk af van, ja, hoe kunnen jullie dit vorm gaan geven? Want ik heb het idee dat hij of zij merkt dat jij wat meer met spiritualiteit bezig bent. En jouw tweelingziel zit wat meer op niveau van ego. Ik heb ook het idee dat een aantal van jullie tweelingzielen echt een soort van wedstrijd met jou aan het houden is. Een soort van ja, conflict, gevecht. En waar het, hè, waar ik heb gelijk, hè, gelijk hebben een rol speelt. En dat is iets waar je dus niet in moet belanden. Dat wil je ook niet in belanden. Want ik heb het idee dat deze persoon ja, best ver gaat om zijn of haar gelijk te bewijzen. Terwijl het gaat helemaal niet om het gelijk hebben. Het gaat erom van hoe je met elkaar kunt samenwerken. Maar ik heb het idee dat deze persoon heel graag een punt wil maken. En dat punt willen ze maken, want dat is weer vanuit ego-driven. Okay? Dus vanuit ego wordt het gedreven dat ze een punt willen gaan maken of iets dergelijks. Ik zou daar niet aan meedoen. Goed, wat wil jouw tweelingziel tegen jou zeggen? Hoe voelt hij zich op dit moment nog meer? Wat mogen we te weten komen over wat hij of zij op dit moment voelt? Ja, je spiegelt hem enorm. Je spiegelt hem enorm. En dat is. Oh, die wil ik ook nemen trouwens. Ja. Dat is ook een hele grote trigger. Ze hebben sowieso heel veel liefde voor je. Alleen ik denk dat ze zich afvragen van ja, hoe gaat het ooit tussen jullie echt werken? En heeft het zin om erin te investeren? Omdat elke keer tot nu toe misschien. Tot niets heeft geleid. Of althans niet tot hetgeen wat zij graag willen. Oké, okay. I can't bear to build it all again, to watch it wash away. Dat is die twijfel. Ze willen niet gaan investeren, wetende dat het ook eindig is. Dus daarom houden ze zich waarschijnlijk
afzijdig, trekken ze zich terug. Want ja, wat nu als ze gaan investeren en het wordt dan niks? Dat kunnen ze niet aan. Dat voelen ze ook als ze het niet aankunnen. It's for them too much. I saw myself in you the first second I laid eyes on you. Nou, de allereerste keer dat ze je hebben gezien, zagen ze zichzelf in jou. Wat bij mij altijd een beetje de kaart van mirroring is. Dus dit kan natuurlijk heel plezant zijn, heel fijn zijn. Maar het kan natuurlijk ook heel confronterend zijn. Want ze zien gelijk waar ze aan mogen werken. Wat ik net al heb uitgelegd aan de chakra's. Hè, je spiegelt hun en dan zien ze gelijk van, of dat zien ze niet. Dan voelen ze gelijk dat je op die knopjes drukt. Ik doe het nu letterlijk, maar het is natuurlijk niet letterlijk. En daardoor komen dus alle hun pijnen, al hun wonden komen omhoog. En dat kan gewoon heel pijnlijk zijn voor hun om daarmee te dealen. Het liefst willen ze niks tegen je zeggen. Geen moeilijke dingen, maar gewoon lekker de hele nacht met je zoenen. Of lekker met je knuffelen. En ze zien jou echt wel nogmaals als de mooiste, de beste, de liefste, de leukste persoon tot nu toe. Als het gaat om vrouwen of mannen als partners die ze hebben ontmoet. En een aantal van jullie tweelingzielen die doen alsof ze niks voor jou voelen. Of alsof je niet belangrijk bent. Maar ondertussen ja, ben je dat wel. En dit is het, hè. Will we ever make it work? Ze twijfelen heel erg. En dat is ook de reden waarom ze zich niet kunnen openstellen. Of volledig kunnen openstellen. Of kunnen investeren in de connectie. Want ze twijfelen echt aan, ja, of dit gaat werken of niet. En gevoelsmatig denken ze dat ze dat niet aankunnen. Oké. Okay. Laten we kijken wat verder gebeurt in het leven van je tweelingziel op dit moment. Of thema's waar ze tegenaan lopen. Wat gebeurt allemaal nog meer? Je wilt er sowieso uit. De masculine energy ligt hier. Karmische partner. Wow. Vibratie, energie. Ze voelen jou. En waarschijnlijk voelt de karmische partner ook jou ook. Me time. Hulp. Innerlijk kind. Wauw. Achterlaten ligt hier. Conflict ligt hier. Les leren, studie, met strijd, vallende ster en pauze. Een aantal van jullie zitten nu echt in een soort van inpassen met je tweelingziel, waar je even niet verder in verder komt. Het is gewoon eventjes klaar. Het is even, dit is wat het is. Jij bent klaar met strijden. Hij laat heel veel masculine energie, heel veel powerplay heeft hij laten zien. En jij hebt zoiets van, ik heb hier gewoon geen zin meer in. Ik heb geen zin in dat conflict. Dit verlaagt mijn energie. Als je er weer klaar voor bent, kan je me ontmoeten. En anders laat me gewoon lekker met rust. Ik ben klaar met deze BS. Dat is voor een aantal van jou en je tweelingziel jullie situatie. Ja, er wordt ook gevraagd aan je tweelingziel om echt tijd voor zichzelf te gaan nemen. Want ik heb het idee dat een aantal van jullie tweelingzielen echt gewoon met te veel dingen bezig zijn. In te veel dingen zitten. En dat vreet heel veel energie van hun. Het kan ook zijn dat ze bezig zijn met helen. En dat ze daarvoor hulp hebben ingeschakeld. En vooral innerlijk kindwonden, innerlijk kindthema's, afwijzing, misbruik. Verbindingsangst. Verlaten. Ik zie elke keer een huis met een iemand die opgesloten wordt elke keer. En dan eind van de dag gaat de deur van slot af. Ja, dat zag ik even als heel luguber. Maar gewoon echt zware issues. En als ze niet daarmee bezig zijn, dan worden ze deze periode heel erg getriggerd. Hè? Hier ook weer een knuffelbeer. Heel erg getriggerd met hun kindertijd. En eigenlijk weten ze dat ze daar hulp voor moeten zoeken. En ze weten ook dat ze bij jou terecht kunnen. Maar dat durven ze niet of dat willen ze niet. Want dat past dan weer niet bij de masculine energie. Want hij of zij denkt dat hij alles zelf moet gaan oplossen. Ja, een aantal van jullie tweelingzielen zijn ook bezig om een karmische relatie. Om dat af te sluiten. Om voor zichzelf te kiezen. Een eigen weg te gaan.
Als dat nog niet het geval is, dan gaat het echt wel op korte termijn gebeuren. Want we zitten echt in een hele mooie transformatieve periode. Mercurius retrograde is altijd zo'n periode dat mensen hun ware aard tonen. Dat ineens mensen van je dachten van nou, dat het goed mee zit. En dat dan ineens de connectie wordt verbroken. Weet je, er komt een einde aan karmische relaties. Of het is de boodschap en de uitnodiging aan je tweelingziel om die karmische relatie daarmee dat te verbreken en verder te gaan. En dat is wat ze op dit moment ook nog ervaren en voelen. Verder zijn een aantal van jullie tweelingzielen echt letterlijk begonnen met studeren of iets nieuws leren. Of het is dat ze wat meer aan het leren zijn over het universum en over energiewerk. Oh, dat wilde ik nog zeggen. Bij een aantal van jullie. Ga jij je tweelingziel, ga je weg van de connectie? Ga je voor jezelf kiezen omdat je erachter komt dat hij of zij iemand anders erbij heeft? Ja? En als het. Ik leg altijd voor je twin, maar dit verhaal kan natuurlijk ook op jou van toepassing zijn. Hè? Dat jij iemand anders hebt ontmoet en dat je daarom weggaat bij je tweelingziel. Dat je zoiets hebt van nee, ik ga gewoon mijn eigen geluk achterna. En zij zijn aan het leren over het universum, over. De wet van de aantrekking, maar ook hoe alles energetisch met elkaar verbonden is. Dus het kan best zijn dat, dat jullie connectie en dat jij dus hun hebt getriggerd om dit wat meer te gaan uitzoeken. Omdat ja, met hun volle verstand komen ze er niet bij, maar gevoelsmatig en in de energie weten ze gewoon dat jullie een match zijn en dat het echt een hele ja, bijzondere connectie is. En dat jij ook voor hun, ja, dat jij er voor hun bent. Jullie zijn voorbestemd. Oké? Okay? Even kijken naar wat boodschappen van jouw tweelingziel op dit moment over wat er allemaal gebeurt in zijn of haar leven. Wat mag ik te weten komen over de mooie zielen die hier naar kijken? Kijk eens aan. We hadden het nog over dromen. Er staat ook: You show up in my dreams. It helps me process buried memories. Dus. Ja, dat gebeurt ook door Mercurius retrograde. En natuurlijk die volle maan in Vissen. Het is een hele emotionele maan waar we naartoe gaan. Dus het kan best zijn dat jouw tweelingziel de connectie nog sterker voelt dan normaal. En dat ze hun enorm geraakt worden in hun emoties op dit moment. Ja, dat ze enorm geraakt worden in hun emoties en dat ze jou ook voelen. En dat het gewoon allemaal lastig vinden, vooral om voor zichzelf te kiezen en hun dromen achterna te gaan. En ja, waarschijnlijk is dat ook een toekomst met jou, maar er is zoveel angst. Er is gewoon heel veel angst. En dat is dus omdat innerlijk kindthema's bij hun getriggerd worden op dit moment. Goed. You show up in my dreams. It helps me process buried memories. Dus doordat jij in hun dromen verschijnt, kunnen zij hele dingen verwerken. Dus dat is wel fijn. 10. I'm awakening. Wow. I know more than I'm letting on. Zie je? Ze zijn dingen aan het leren. En ze weten meer over de connectie dan ze jou laten weten. Ze weten meer over de connectie dan jij denkt. Dat is wat hier ligt. Wauw. You think I'm not listening to you, but I am. I hear everything you say and even replay our conversations in my head. Dus ondanks dat jij misschien, dat het eenrichtingsverkeer is qua communicatie, dat jij misschien denkt dat hij of zij je niet hoort of ziet of begrijpt, ze luisteren wel degelijk naar je. I'm trying to figure out this connection. I've never experienced anything like it before. Ze zijn dus inderdaad echt wel op zoek naar antwoorden. Studies, aan het googelen, aan het lezen. Ik hoop dat ze op mijn website terechtkomen. Nee hoor. Dus ze zijn echt wel bezig om te proberen te begrijpen wat er nu precies gebeurt. I'm trying to leave my comfort zone with this issue. Ja. En echt voor zichzelf kiezen. En uit hun comfortzone. Uit de macht van de groep stappen. En voor zichzelf kiezen. En voor jullie dus. I'm going through a dark night of the soul. Nothing in my life is making sense. Dat voel ik ook. Dat gevoel heb ik ook met een heleboel van jullie tweelingzielen. Echt die, hè, wat we net al zeiden, net al zagen in het begin, is die transformatiekaart. Oh, even pakken. Die hier ligt, dat ze
echt in een hele diepe, diepe transformatie zit op dit moment. En dat alles dus ook ter discussie staat. Lijkt me logisch als je een Dark Night of the Soul krijgt. Want ja, het is gewoon een torenmoment. En sommigen hebben een torenmoment op torenmoment op torenmoment. En dat gaat achter elkaar. En nogmaals, als iemand dus niet gewend is om in verbinding te staan met zijn of haar hart. Ja, dan komt dat echt wel heel hard binnen. I know this is more than a relationship and that there's a higher purpose to our connection. Dus ze beginnen dingen in te zien. Ze beginnen zich dingen te beseffen, te realiseren. Ook als ze nooit meer van je afkomen, wat ze ook doen. Oh, sorry. Maar ze beginnen dingen in te zien, dingen te realiseren, dingen te voelen, dingen in perspectief te plaatsen. Kijk eens aan. I've been giving my power away to people in my life. I'm learning to set boundaries. En dat is de macht van de groep waar ik het over heb. En daardoor geven ze hun power weg. En zij leren dus nu ook om betere grenzen te stellen. Of dat gaan ze nog leren. And I wish I could say what I really feel. Someday I will, but right now I'm afraid to be myself. Dat is die innerlijk kind thema's. Dat is ook de keelchakra waar we het net over hebben gehad. En waar ze dus eigenlijk hulp voor zoeken of bijzoeken of bij willen nemen of moeten gaan nemen. En dat is om zich goed uit te kunnen drukken. En dat kunnen heel veel van jullie tweelingzielen, kunnen dat niet goed. En daardoor klappen ze dicht en dan vertonen ze weer oud gedrag. En nou ja, we kennen het allemaal. Dan klapt iemand dicht, dan zegt iemand niks meer. En dan denk jij van toedeledokie, ik heb hier geen zin meer in, et cetera, et cetera. En ja, dus jullie houden nog eventjes wat dynamieken in stand. Wat te maken heeft met de processen die zij op dit moment doorlopen. Oké? Wat gebeurt er nog meer in het leven van jouw twin? De Hermit! Tuurlijk! Een aantal van jullie tweelingzielen zijn echt, hè, de maagdkaart komt hier twee keer. Dus waarschijnlijk heb je te maken met de maag. Maar een aantal van jullie tweelingzielen zijn echt teruggetrokken. Die zitten helemaal in zichzelf. Ja, die zitten helemaal in zichzelf gekeerd. Weer de twee van pentakels ligt hier twee keer. Die zitten helemaal in zichzelf gekeerd aan het nadenken van hoe nu verder. Want er is gewoon te veel aan de hand. Ik heb het echt het idee dat een aantal van jullie tweelingzielen zoveel shit op dit moment meemaakt. Sorry dat ik even zo moet zeggen. Maar dat ze dat echt met niemand delen of dat jij gewoon er helemaal niks van af weet en dat ze daarom teruggetrokken zijn uit het connectie en niet echt met jou in verbinding staan omdat er gewoon too much is going on in hun leven op dit moment. Te veel shizzle waar ze mee te maken hebben. Verder heb ik het idee dat een aantal van jullie tweelingzielen zijn echt, hè, die mogen echt helen. Die zijn verdrietig, die zijn dingen aan het oplossen, aan het verwerken. Dat zit zo diep, wat ook heel veel verwarring geeft. En ik heb het idee dat een aantal van jullie tweelingzielen ook echt identiteitscrisis hebben. Ik weet niet waarom ik daarbij kom, maar dat is wat ik voel. Die hebben echt te maken met wonden helen van vroeger. Ja, en dat zorgt voor zoveel twijfel, voor zoveel verwarring. En dat ze daarom ja, zich een beetje defensief opstellen. Of in ieder geval niet zich kunnen openen op dit moment. Houd er rekening mee dat ze aan het helen zijn. Betekent dat je of medelijden met iemand moet hebben. Medelijden met iemand hebben is nooit goed. En natuurlijk kan je meeleven. En dit is hun proces. Als ze ervoor openstaan dat jij hun of hem of haar kan ondersteunen, prima. Maar dit is echt zijn of haar proces. Aan de andere kant zijn ze heel erg gericht en gefocust op hun werk, op heel veel geld verdienen. Gaat het financieel ook goed met de meeste van jullie tweelingzielen? Hebben ze hun zaken op orde? En ja, dit is de liefde. Dus het kan best zijn dat ze je toch gaan contact met je gaan opnemen. Omdat ze heel veel liefde voor je voelen en dat willen ze alsnog met je delen. Alleen zijn is nu voor hun fijn, maar niet voor een lange periode. Want dan gaan ze je missen. Ja? Dus het kan best zijn dat ze jouw kant op komen. Oké, wat mag ik nog meer weten komen over. Even kijken, wat gaat hun op dit moment helpen? Wat, hè, waarmee zijn ze geholpen of worden ze geholpen? Wat gaat jouw tweelingziel op dit moment helpen? Welk deck ga ik gebruiken? Ja. Wat gaat jouw tweelingziel op dit moment helpen in hun reis, in hun transformatie? Oh.
goed, het is belangrijk voor hun dat ze aan de slag gaan met hun verslavingen. Verslaving hoeft niet per se echt gebruik te zijn. Het kan ook zijn dat ze echt helemaal opgaan in hun negatieve gedachten. En dat dat ook een verslaving is. Maar het kan ook letterlijk verslaving zijn. Dus dat gaat hun helpen als ze daarmee aan de slag gaan. Verder zijn ze behoorlijk gefrustreerd over hoe bepaalde dingen in de connectie gaan. Of over hun leven. Of over de karmische relatie waarin ze zitten. Als ze met die frustraties aan de slag gaan, dus niet meer opkroppen, maar dat gaan adresseren. Dan gaat het veel beter voor hun stromen. Waar ze ook echt aan mogen gaan werken, wat hun ook gaat helpen, is om niet meer constant controle uit te willen oefenen op alles. Want dat gaat gewoon heel veel beweging eigenlijk creëren. Zodat zaken veel beter voor hun gaat stromen in de connectie met jou, maar met alles om hun heen. Verder is het belangrijk dat ze wat meer mogen verenigen met innerlijke rust. Ik heb het idee dat er heel veel onrust heerst bij een heleboel tweelingzielen. Wat natuurlijk te maken heeft met de connectie aan zich, maar ook met ja, toch deze periode met die volle maan. Die zes planeten die retrograden lopen, bijna eind van het jaar. Misschien hebben zij ook wel een heftig jaar achter de rug in de connectie met jou. Weet je, er is zoveel onrust en chaos gaande ook in de wereld, wat op hun ook weer effect heeft. Alleen nogmaals, zij zijn niet de personen die daarover gaan praten of dit gaan adresseren. Nee, ze lopen daarmee rond en dat bouwt zich alleen maar op. En zo worden mensen ziek. Surrender to spirit. Ja, daar wordt ze echt. Ik denk dat spirit ook wel gaat interveneren. Interventies gaat toepassen. Alleen ja, wij hebben vrije wil. Ik ben het daar niet helemaal mee eens met die term. Maar goed, we hebben enigszins ergens vrije wil. En als we dus koppig blijven en de subtle nudges, zo noem je dat in Nederland, de subtiele aanwijzingen om meer in contact te komen met spirit negeren of blokkeren of whatever. Ja, dat werkt natuurlijk ook niet. Maar het gaat hun ook echt heel erg helpen om wat dichter bij zichzelf te komen en met hun intuïties. Ja, en dit is wat een heleboel tweelingzielen hebben. Ze houden vast, hè, dat zagen we het ook in de kaarten, aan het verleden, aan dingen die niet goed zijn gegaan tussen jullie. En zolang ze dat blijven doen, is er geen ruimte voor een nieuwe energie. En blijven ze in het verleden leven, blijven ze met de pijn geconfronteerd worden waar ze dus van af willen. Goed. Ik ga nog even verder kijken wat voor boodschappen ze meekrijgen. Wat mogen ze verwachten? Wat komt er op hun af? Wat gaat hun helpen in de connectie met jou? Oh, hoe gaat de connectie de komende periode uitzien? Wat mag jij gaan verwachten ook? Dat is de vraag ook. De Black Cat ligt hier. A long journey brings rewards and good fortune and friendship. Oké, onderkant dek ligt wel weer de satire. Daaronder ligt love and prosperity. En de mooi, de spider. Dus als ze door blijven gaan met de verslavingen die ze hebben, met de ongezonde zaken waar ze mee bezig zijn, wat effect heeft op de connectie, kunnen natuurlijk ook gedachten zijn. Dat blokkeert een beetje de liefde en ook hun stroom, hun flow, vooral de flow in de connectie. Aan de andere kant wordt er aan jou gevraagd om liefdevol te blijven. Altijd. Hoeft niet te betekenen dat je alles maar pikt, maar wel liefdevol blijven. En ja, het is een beetje een herhaling van facetten, maar om geduld te hebben als jij wilt investeren in deze connectie. Your luck soon will change soon ligt hier met de Black Cat. En dat is dus dan niet helemaal positief, maar daaronder ligt wel a long journey brings rewards. Dus good fortune and friendship. Wat aan mij vertelt, dat kan best zijn dat er eventjes jullie worden beschermd hier. Dat er eventjes de komende periode op je afkomt. Er is nog even gedoe. Hè? Maar daar kom je dan positief doorheen als je tweelingziel aan de dingen gaat werken wat hier ligt.
En Unicorn is hier. Dus dat er dan ook wel weer een hele mooie relatie uit gaat komen. Maar ja, jullie moeten dus nog ergens even doorheen met elkaar. Kijken. Kan niet eens meer schudden. Antwoord is ja. Dus datgene wat je hebt afgevraagd constant, antwoord is ja. En hier ook weer nee. Vraagt aan je engelen. Doe ik even weg. Dus antwoord is ja, vraagt aan je engelen en succes. En okay. Nu is dus niet het juiste moment. Ik weet niet wat je in gedachten hebt, maar het kan best zijn dat je nu juist wil gaan doorpakken in de connectie. Dan is nu niet het juiste moment. Nu is ook niet het juiste moment om discussies aan te gaan met je tweelingziel. Nu is ook niet het juiste moment om druk op te leggen. Hij of zij zit in een bepaalde periode waar hij of zij doorheen mag. Antwoord is ja, vraagt aan je engelen. Vraagt aan je engelen, die kunnen jou helpen om de juiste beslissingen te nemen. En je krijgt alle succes mee van de wereld de komende periode. En in de nabije toekomst ligt ook weer hier. Dus er gaat iets gebeuren. Ik zit nog even te denken wat voor boodschap ik nog meer aan jullie mee kan geven voor dit moment. Ja, dat is nog één laatste kijken wat er gaat gebeuren voor jullie in de connectie. Wat je mag verwachten de komende periode. Doe er moeite voor. Ware liefde. En onderkant dek is houd eerst van jezelf. En daaronder ligt de verzoening. En elkaar leren kennen. Oké? Oh hier. Dus ja, je tweelingziel gaat er uiteindelijk ook moeite voor doen. Dus dat is mooi. Jullie gaan beide moeite doen voor de connectie. Als het niet zo is, dan is dat het advies wat er moet gebeuren. Maar ik heb het idee dat als ze dus uit deze periode komen, dat ze dan wel moeite voor gaan doen. Alleen ik weet dus niet hoe lang deze periode voor hun gaat duren. En daar gaan ze dus erachter komen dat jullie echt wel true love zijn. Jullie zijn de ware liefde voor elkaar. Oké? Wat heel belangrijk is in de komende periode voor jou, focus op jezelf, op je zelfliefde. Want dan demonstreer je ook aan de ander wat belangrijk is en hoe er van jou mag worden gehouden. Je kan niet iets aan iemand anders geven wat je niet helemaal begrijpt. Ja? Dus als je niet begrijpt met hoe het werkt om van jezelf te houden, hoe kan je dat dan delen, hè, met een ander? Elkaar beter leren kennen na deze periode of de komende periode gaan jullie wat meer en dieper en dichter tot elkaar komen, wat dieper in het contact raken. Het kan best zijn dat er even eens conflict gaat zijn en juist door dat conflict met elkaar dat jullie nog hechter worden. En verzoening, iemand uit je verleden komt opnieuw in je leven. Voor de jullie kijkers, mijn lieve, lieve, lieve kijkers, die geen contact hebben met hun tweelingziel, kan het zijn dat jouw tweelingziel zich weer terugkeert en weer contact met jou op gaat nemen. Heb ik alles gedaan wat ik wilde doen? Ja, ik ga nog een paar kaartjes trekken met boodschappen van jouw tweelingziel. En dan ga ik het mee afronden. Ja. Yeah. I would hurt you more right now. I need to be alone. How can I ever pay you back? Dus I believe you. I'm terrified of you. My whole body burns. And you are the answer of my own life. En tot slot eentje nog. Your picture brings me to tears. Wow. And I've been watching you from a distance. Nou ja, wat ik net al zei, voor een aantal van jullie komt je tweelingziel terug. Want die houdt je in de gaten van de afstand. Kijkt hij naar je. Hij of zij kijkt naar jou van de afstand. Nou, I would hurt you more right now. I need to be alone. Dus hij of zij vraagt aan jou om hem met rust te laten of haar met rust te laten. Want als jullie dan nu met elkaar zouden zijn, zou hij of zij je alleen maar pijn doen. My whole body burns at the thought of you. Dus je zet hem of haar letterlijk in vuur en vlam. How can I ever pay you back? En voornamelijk voor alle geduld die je opbrengt en je liefde en alles wat je investeert. You are the answer to my whole life. En dat weten ze ook. En nou ja. I believe you, ze geloven je en ze geloven in jou. Ja?
Dat vind ik heel mooi. Your pictures brings me to tears. Ik heb die net een aantal. Ik weet in ieder geval uit ervaring, laat ik het daarop houden, dat jullie tweelingzielen enorm vaak naar jullie foto's kijken en dat ontroert hun ook weer. En I'm terrified of you. Ze zijn echt bang van je. En dat heeft puur te maken met het feit dat je dus op alle knopjes drukt en dat ze herinnerd worden aan dingen waar ze aan moeten werken. Ik wens je een hele fijne avond en laat me even weten of deze reading met je resoneert.